als de taart uit hun oven kwam, werd ze even op het dak gezet buiten. Nou ja, ze laag dakje zo. En om even af te koelen, omdat dat is heel heet als het uit hun oven kwam. Wat half afgekoeld en dan werd die versneden en opgegeten. Dat was de taart geweest. Wij zijn twee zussen, ja. En het toeval wil dat we ook op dezelfde dag verjaren. Dus dat valt wel best mee. Vanin mijn kinderjaren ben ik beginnen te bakken zo met eenvoudige dingen. En zo is dat stilletjes aan gegroeid zo. En uit de hand gelopen? Uit de hand gelopen, dat is juist. Uit de hand gelopen, hobby is het. Het doet mij terugdenken ook aan mijn kinderjaren. Hè, typisch, hè. Als ik zo aan één taart denk, zo, dan is het juist die taart. Mijn moeder heeft zoveel taarten gebakken. Maar typisch is dat die taart precies het meeste bijval heeft genoten bij ons als kind. Ja, omdat het ziek was. Hè. Het was ziek, ja. En het mocht dan heel vlug gegeten worden. Ja. Dat was gewoonlijk zaterdags, want die taart was voor zondags. Maar dan al zaterdags in die tijd al taart mogen eten, dat was vroeger niet zo vanzelfsprekend. Normaal maakt Marta de appelschijf, dat is eigenlijk haar taak altijd, ja, de appelschijfjes en zo. En het is fijn als je met weer kunt dan werken. Dat heeft eigenlijk een bepaalde waarde, ja. Ook. Hè. Er zit een beetje een gevoelswaarde aan ook. Hè. Voor ons, hè? Ja, daar zit fruit in, wat al heel goed. Dat ook. Heel eenvoudige wat appelen. En dan die, dat karamelliseren van de suiker, de bloemen en de boter erop. Ja, geeft dat heeft een heel lekkere smaak. Knapperig, lekker gevoel, een lekkere smaak. En vroeger werd die gebakken in de stenen oven met hout gestoopt. Dus die had nog een andere lekkere smaak, nog zo'n beetje. Houtsmaak, iets van dingen. Dat was zo. Was, oh, lekker, echt heel lekker. Daar hebben ik niet. Ja, dat is juist. Ja, ze noemden zij dat, maar wij vonden dat niet zo. Okay. Lomp en stijf, ze noemden zij dat. Maar wij vinden dat eigenlijk een delicatessen na een tijd. Hè. Zelf gemaakt dat is altijd niet even mooi, maar daar zit iets van je eigen in, vind ik. En dat is heel belangrijk, vind ik. Als je dat niet hebt, zo dat gevoel, dan gaat je maar één keer bakken en dan zeg je, ik geef het op. En je hebt er twee keren plezier aan. Eerste plezier aan het bakken zelf. En de tweede keer is, als ik het op tafel breng, de commentaar van de mensen.